Yeah! Gaan we nu echt klagen bij Don? Ik weet het niet. Gaan we klagen bij Don? Ik voel hem, weet je. Ja, dat is weer gewoon een hele nieuwe aflevering, dus. Content. Jij bent zo. Wacht. Ruik je dat? Ja. Content. Klagen bij Don. Oh. Hele aflevering, joh. Damn, dit is voorwerken. Zo. Ja, nee, laten we het gewoon doen. We gaan klagen bij Don. Ahoe. Nou, het voordeel is, we hoeven bij Jamie's Base niks te doen, want dan gaan we in één keer door. Ja, dat is ook mijn turbo-stukje. We moeten wel uitstappen. Oh, ja, we moeten de rechterbaan. Ja. Kutzooi. Kut. Oh, mijn kart is er vandoor. Oh, no. Oh, no. Keeper. Oh! Keeper. Oké. Daar gaat hij! What? How big is chance? Honestly. Ja, nee, maar dat is kut. Nu zit hij bij mijn base. Nee, hij zit dan vast in de schakel. Oh, dat is kut. Oh, nee, kut. Hij vast in de schakel. We moeten hem archeren, man. We need to archer him. Hoe groot is die kans, eerlijk? Was dat mijn minecart die terugkwam of zo? Of? Ja, nee, ja, één van onze minecarts die terugkwam. Kijk eens uit. Sick. Dat was die voor jou dan, denk ik, ja. Dat zou die zijn. Don, we komen klaar. Wat wilde ook eens klagen? Ik ben het vergeten. Dat hij die villages heeft genakt, waardoor die village niet meer werkt. Oh ja. Gaan we met fakkels en met hooivorken en fakkels naartoe? Of? Absoluut. Oké, hij heeft een fortune villager. Ik zag de knop ineens. En een punch villager. Oh, dit is wel slim om ze in minecarts te zetten. Dat is best wel slim, ja. Nooit over nagedacht. Nooit over nagedacht. Nee. Maar het is wel leuk als ze lopen. Ik zit wel even te denken, wat als hij weer met een editor aan het spelen is? Arfie's buiten. Nou, de editor is niet online nu, dus dat we good. Dit is Arfie's huis. Arfie is... Ik ga even slapen, oké? Oh, wacht, ik slaap al in zijn andere huis dan. Ja, ga in onze bed slapen, dat maakt hem boos. Ik ga in onze bed slapen. Slaap in bedden van Don. Oh, hier is een cave. Zou die een miner zijn? Hij was niet aan het slapen. Oh, nee, ik wil zijn diamonds nakken. Zullen we zijn mine claimen en dan mijn mine hier neerzetten? Mijn mine, ja, dat grapje wat je bij mij wil doen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Rudy, we hebben heel veel keuzes. Te veel keus. Dit is zo'n I want to play a game-achtige tunnel. Ik heb een beetje keuzestress, ik weet niet wat ik moet doen. We gaan goud voor je regelen, dat is zeg maar de side mission nu. Oké, dat is goed. Als we Don niet kunnen vinden, heb ik in ieder geval goud. We gaan op diamondjacht voor Jonas. Volgens de chat is Don waarschijnlijk een quest aan het doen. Nee, dan kan hij echt overal zijn. Oh, zeg dat je zijn geestpaard hebt gestolen, zodat je weet waar die is. Ik zei tegen jou in de vorige aflevering, ik heb je geestpaard gestolen. Oh ja, dat heb je wel gezegd. Want dan ging je checken. Ja. En daardoor ging ik meteen checken, je hebt gelijk. Maar, dat is de bamboozle trick. Oh, wacht, hij heeft een clue. Oh. I did it. Oh, thanks, papa. Wat voor dieren heeft Don? Ik weet niet of Don dieren heeft. Chat heeft Don dieren. Hij heeft koeien, sowieso, want die heb ik een keer gedood van hem. Ja, maar heeft hij dieren met naam? Dat is de rocker. Gedood. Ja, pronkelijk. Ik dacht dat het wilde koeien waren, want ik hoorde allemaal moose sounds onder de grond. En toen dacht ik, yay, ladder. Hij heeft een kat, zeggen ze. Hoe heet die kat? Chat. Ja, dat is de echte vraag. Sandy. Sandy? Oké. Don, we hebben Sandy... Ontvoerd. Maar ik heb ook een nap geschreven alsof het een slaapje is, zeg maar. Ja. Maar wat is nu het plan eigenlijk? Hij zegt oké. Nee, hij wil niet dat we een video over hem maken. Hij is gewoon lekker zijn quest willen doen. Ja, maar Don is altijd zo'n man, die wordt altijd boos als mensen bij zijn opnames komen verstoren. Ja, je hebt al twee huisdieren hier. Oh yes, Jonas! Jonas, get over hier. Is het er maar één? Is het er maar één? Diamond. Oh, zijn er drie! Oh ja! Wacht, heb je fortune op je pickaxe? Oh, yes. Ik heb wel gewacht. Ik heb, ik heb fortune 1. Ja, ik heb ook fortune 1. Oké, dan hebben we hetzelfde. Okay. Oh, sick and sick. Dit is nice. Oké, chop maar. Oké, ik pak die rechter. Oké, ik pak deze. Oh, dat zijn er twee! Oh, je hebt ze allemaal opgepakt. Oké, nice. Nee, ik heb er 6 totaal. Hoeveel heb jij er? Ik heb er 0. Je hebt ze opgepakt. Oh, heb ik ze allemaal opgepakt? Sorry. Wacht, oké. Yes, there you go, man. I can make an entire pickaxe of that. Don, ik heb diamonds uit je mijn... ontvoerd. Is dat met een T of met een D? Dadelijk gaat Don zo'n mean tweet eruit sturen dat ik niet kan typen. Ik denk gewoon nooit na over een Nederlandse spelling. Ik doe het allemaal op gevoel. Want ik hoef toch geen cijfers meer te halen. Bij twijfel, DT. Sandy is er nog, leugenaar. Snel! Hij is er! Hij is er! Go! Go! Kijk, maar dit had ik dus ook... Wow! Kak, wat een gat, gek. Is dat inderdaad een gat? Go. We need to hurry, man. Maar wat doen we als we hem zien? We need to hurry. Oké, we slaan hem allebei met een stick. Ja, ik weet niet wat de plan... We moesten met hem praten over zijn villager-probleem. Ja, sla met stokken! Ik heb geen stok, ik heb wel vis. Ik sla hem met vis. Je pakt een stok. Oh, thanks voor de stok. Want als we hem nu tegemoet lopen, dat had ik ook toen ik jouw mine uitvlichtte, omdat je Oh, ik moet even eten, Rudy. Wacht even. Mijn chat zegt dat ik moet slaan tussen zijn ribben. Dus dat is wel een goede plek. Oh, ja. Ja, daar is hij wel een beetje kwetsbaar, heb ik begrepen. Oké, hij is verbaasd. Hij is verbaasd. Dit is het moment. Oké, Sneaky. Wacht. Sprint. Ik zie zijn naam. Ik zie zijn naam. Oké, we're sneaking. Naar beneden! Nee! Vlucht!
Oh no. I tried the shortcut, but I failed. Pak de eerste hoek. Hij komt niet achter ons aan, Rudy. Pak de eerste... Wacht hier. Kom... Joost. Rudy, hij komt niet achter ons aan. Komt hij niet? Nee, hij komt niet. Ik wilde hem hier verstoppen. Hij heeft zoiets van... Nee, laat me zitten. Ja, maar Donne is zo! Oké, we zitten hier echt te koteren trouwens. Ja, we zitten echt volledig te joggen. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat hoort erbij. Oké, we're good. Oké, we're good. Sneak. Als hij sneak, kan hij onze naam niet zien, hè? Nee, daarom. Daarom moet je sneaken. Ik zit compleet in je kont. Het spijt me, maar dat... Ah! Water! Wacht. Oké. I'm good. He doesn't see me. I'm hidden. I run away. Hij loopt voor mij. Je zit je naast me. Hi. Zag hij je? Volgens mij wel. Kom, we gaan hier omhoog. Dit is de epic bamboezel. You will never see this coming. Kom niet dat we zitten random onder zijn been. Oké, we gaan gewoon naar zijn naam toe graven. Dit is een mooie ruimte. Kom op. Ik hoor koeien, Jonas. Pas op. Deze fout heb ik al een keer eerder gemaakt. Oké, perfect. We moeten wat verder. Wacht, maar niet door de sandstone, want dat is zijn... Nee, dat is zijn huis. Oké, we gaan... Oh, sandstone. Oh, hij is heel dichtbij. Ja, hier zitten die koeien. Deze foto heb ik al eerder gemaakt. Oh, dit is chips. Perfect. Dit is zijn farm, of niet? Mooi. Oké, blijf kruisje. Dit gaat hij nooit aanzien. Moeten de muur niet erin? Oh, hier moeten we een hele door... Ja, oké, dit valt nooit op. Hij komt! Oh, nee. Oké, kom. Nee, dat hoort hij maar. Hij zit gelijk te zoeken. Kast. Sla met stokken! Oeh! Oké, dat was hij. Don. Dit is een interventie. Oké. Hij heeft een zwembroek aan. Je hebt alle villagers uit de village gehaald. Ook wel bekend als the village people. Nu is de village dood. Voel je het nummer van Patrick Hernandez? Born to be alive. Die van Born to be alive. Ja, en die herbouw ik nu. Wees mij dankbaar. Laten we het eindigen met TNT in zijn grapje. Wel, wie is dit? Oh, dat is Don. Dat is Don, jezus. Oké. Nou, ik denk dat we Don nu wel succesvol hebben gemapt. Ik denk het ook. Ik ga hem even een diamond voor de moeite geven. Ja, ik doe met je mee. Maar dan jouw diamond, hier. Voor de moeite. Ja, ik leg er ook gewoon wat bij. Stok. Pog. Graag gedaan, Pog. Don. Nu kun je ook slaan met stokken. Dat kan hij waarderen. Hij wil slaan met stokken. Hij houdt ervan. Ja, best hij gift vindt het heel ever. Oké, nou dat was gezellig. Later, Don. Hier kan wel een mooi wisseltje komen. Ja, hier kan wel een mooi op zich, hè? Ja. Nou, dan heb jij wel content. Dit is wel een tweespoorgebied, dus ik weet niet wat... Het is een special kind of rails, ja. Dan moeten we eerst de hele rails weer wegslopen. Ja, ik heb mijn theorie gehaald, dus ik weet wat dit betekent. En dit is ook heel vervelend. Kijk, hier stopt hij wel, maar die andere niet. Ja, ik had het origineel anders gemaakt. Dit is een paar keer opgeblazen geweest door een creeper, zoals je kunt zien. Oh nee, dat is te zien inderdaad. En op een gegeven moment care je niet meer, want dan heb je zoiets van... Nee, ik heb al lang genoeg gefrunnikt. En dan stop je met frunniken. Ja, maar het is nu wel irritant, want als ik nu zeg maar hier naartoe ga, dan gaat die automatisch door. Kunnen we niet een remmetje maken? Een simpele rem. Ja, of we doen gewoon zo. Gewoon een... We kunnen wel een remmetje maken. Ja, dit is toch gewoon redstone rails of een activator? Wat is het? Oké, daar moet even een button op komen. Oh, button heb ik. Wacht, button moet je met een crafting table maken, of niet? Het is te lang geleden, Jonas. I can't remember. Het is wel lang geleden. Het was met normaal steen in plaats van koppel. Ja, of met hout kun je ook een button maken. Ja, ik heb ook gewoon geen hout bij. We gaan dingen stelen van Jamie. Ja, ik weet nooit waar Jamie zijn spullen bewaart. Dat is een goeie. Ik denk... Volgens mij is het nether shit. Iedereen probeert shit te stelen van Jamie. Ja, ik heb geen idee waar ze... Nee! Hij heeft een geheim iets onder water. Oh, wat? Serieus? Ja, dat staan we nog bij. Oké. Kaas. Juist! I have found hidden stash. Onder water? Ja, bij de nether cave. En dan, wel bij de nether cave, toch? Ja, en dan zit daar ergens water. En that's the way, aha. Kijk, I fixed the rails. Oké, show me the rail fix. Oh, nee, dan heb je remstukjes. Als je van mij komt, dan stop je gewoon hier. Dan stap je uit. En als je dan naar de village wilt, dan stap je daarin. En als je naar Don wilt, stap je hierin. Ja, oh, en eigenlijk moeten we dan nog bordjes maken. Wacht. Eigenlijk wel. Dat kan ik. Oké, dus dit gaat naar de village. Village, ja. Dit gaat naar Don-san. Het is ook nooit Don. En dit gaat naar Joost. Nee, wacht. No. X, Rudy. Boom! Oh yes. Ja, tuurlijk, want je kan ook naar jou gaan. Ja, dat is nice. Dat is schijnig. Ja, dat is wel leuk. Nou, Jamie, consider your ding fixed. Joost, ik vind dat we even een digitale high five moeten geven. Oké, waar is mijn stok?
2, 1. Geblam! Oh, nee, ik dacht naar de camera toe. Oh, ja. Geblam! Goedje. I did it. Ik weet niet of je het echt deed. Ik hoop het wel. Ik deed het echt. Vraag chat, maar aan de kijkers. Chat, clip dat en stuur het naar mij op Twitter. Oké. Okay. Hey, ik ga eventjes in jouw hok van villagers zitten. Ja. En dan een bakje koffie halen en dan kom ik zo terug. Waarom ga je niet in mijn andere hok van villagers zitten? Oké. Okay. Heb je mijn minecart gepakt, Jonas? Haha! Dat is baby minecart. No, 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 no. That's baby. No! That's baby. That's for baby only. Nou, dat is een sick avontuur. Nou, we maken meteen even... al die mooie stone bricks. En mijn diamonds in the chest. I need this. It's very importante. Boom, we hebben 22. Hello, hello. Heb ik nog goud? Nee, dat heb ik allemaal aan Joost gegeven. Oh, iron. Lekker. Oh, gold. Lekker. Oh, lekker. Ja, we gaan gewoon even al het stone omzetten naar deze bricks. Ja, ik wil mijn mics en pickaxe uitbreiden. Ik wil hem sterker maken. Eigenlijk wil ik een keer diamond armor hebben, maar ik vind het te duur. Ik wil niet in één keer al mijn diamonds opmaken, broeders. Joost is gewoon al terug, maar hij praat niet met me. I'm gonna snipe. Like a sniper. Oh. Ik was serieus net op tijd, want er kwam een zombie op me af. Ja, ik zag het. Ik wilde je niet helpen. Je hebt me niet beschermd. Nee, ik heb geen pijl. Ik deed alsof ik je beschermde. Wauw, ik zat hier zo van... Poep, 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 poep. Iedereen in mijn chat was ook aan het schreeuwen van... Joost, ik heb een zombie! Ah! Ik bescherm je! Trouwens, in de tijd dat jij niet meer Minecraft speelde... heb ik deze hele farm een keertje helemaal leeggeplukt... en toen weer helemaal opnieuw geplant. Weet ik was toen boos op jou geworden. Waarom? Omdat ik dat door had, Joost. Ja, maar ik had hem helemaal gereplant. Je hebt zo pokken veel veld hier ook. Ja, maar ik ben een boer. Ik ben een boerder. Jij hebt wel ruimte zat om gewoon een automatische farm te maken. Dat heb ik, maar wil ik? Nee, ik ben ouderwets. Oké, okay, nice, nice. Heel nice. Ja, ik had dus even potatoes nodig voor de... Hoeveel villagers heb jij? Gast. Ineens een cream. Ik dropte per ongeluk mijn aardappelen. Kut. Got him. Hoeveel villagers heb jij? En nul. Wil je er eentje hebben voor mij? Waarom denk je dat ik dat hele railsysteem aan het bouwen was? Ja, ik wil er op zich wel eentje hebben. Eentje. Hoe krijgen we hem bij mij? Dat is de echte vraag. Gast, dat is zo makkelijk. We maken een baby en we leiden hem om. Oké, Rudy, ik heb een idee. Ja. Wat we gaan doen, is we gaan heel veel rails meenemen en heel veel powered rails. Ja, ik heb 46 rails nog binnen liggen, zag ik. Oké, goed. En dan gaan we de villager eerst met het minecart systeem en de minebase doen. En dan gaan we hem van het station... gaan we hem meenemen door middel van telkens rails neer te leggen... en een stukje te duwen en dan het weer te slopen. Nee. En dan plaatsen we het weer voor hem. En dan op die manier gaan we hem rond steeds een stukje verder. Nee. Ik hoor... Maar niet. Oh, er zit een zombie in mijn... Oh, no. No, no, Jonas. Jonas, you gotta help me. Oh, nee. Gaat ze allemaal killen. Hij heeft toch gekillt? Nee. Je was serieus net te laat. Hoe komt hier een zombie in? Die spawnt hier. Kijk hoe donker het is. Waar zijn mijn fakkels? Je moet het licht maken. Waar zijn mijn fakkels? Er niet. Had je mijn fakkels gesloopt en je hierop geschoten? Nee, ik heb je fakkels niet gesloopt. Ik ben nu heel verdrietig. Ik zweer het, Rudy. Ik ben heel verdrietig nu. Ja, dat zie ik. Look at my sad, wacht. Ja, je moet even... Look at me. I'm so sad. I'm really sad, man. Okay, laten we wat mensen hieruit terughalen. Dit is het plan. We halen mensen hieruit terug. Nu spannen we een villager-ei in en... Dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ik heb 1 power drills neergezet voor je. Dat is top. Dat is top. Dat is precies dat gaat hij niet redden. Heb. Nee, absoluut niet. Maar... We need more. Nee, blijf binnen, anders hoek ik jullie. Bakken. Oké. Okay. Okay, dus ik heb nu een rail of een minecart. Poep. Dan moet ik even iemand inzien te forceren. Nee! Kak! Nee. Oké, wacht. Ik duw terug. Jij duwt terug, ik duw in. Yes. Nee! Blijf binnen. Oké, jij duwt terug. We kunnen ook even een blokje ervoor zetten. Ja, juist! Hier komt hij. Oeh. Oké. Dit gaat hij nooit redden. Je moet meteen die ene rails weghakken, zodat hij... Ja, nee, jij had meer rails, zei je. Oh, dit werkt. Ja, maar hij moet... no. Dit werkt, Rudy. Zeg maar, als hij rechts staat, mag hij niet meer naar beneden. Dan moeten we hem echt... Ja, ik heb hem! Oké, even zo doen. Wat? Oh, nee, er zit nog een minecart. Hold up. Oké, duw hem. Ik duw hem. Hoe gaan we hem omhoog krijgen? Ja, hij moet... Heb je meer rails? Hij moet... Kan hij... Hij moet hier nou kunnen lopen, volgens mij. Sluit hem op. Met een blokje achter hem, zodat hij maar één kant op kan. Ze haalde rails weg. Oké. Yes. Oké, nou moet zijn car weg. Ja, sloop zijn car. Ik kan er niet bij via deze angle. Sloop zijn car. Ik wel, wacht maar. Ja, juist. Ja, hij is binnen. Kom maar. Hij is binnen. Harry, goed. Lekker bezig, Harry. Yes. Yes, oké. Reverse engineering, Rudy. Dit is wel jammer dat er nu 2... Oh, hij is opeens een farmer geworden, top. Hij is ineens een farmer geworden. Kijk, heb zo'n mooi hoedje. Oei. Oké, kom maar door. Kom maar door. Yes. Kom maar door, knul. I did it. Oké. Nou, blijf hier. Was ook boos. Oké. We did it. Ik heb dit ding ook meteen hufterproef gemaakt. Dus mensen zoals
Joost die een zombie toelaat in mijn huis, kan het niet meer kapot maken. Nee, die spannen daar gewoon. Sorry, ik hoor je niet. Vul even weg, man. Gaan we nu hier staan kijken totdat ze baby maken? Ja. Doe even mijn outro, Joost. Oké, doe jij je outro terwijl ze baby maken. Oh, moet ik het doen? Ja. Oké, B-roeders en B-susters, bedankt voor het kijken naar deze video. Sick. Wil je nou meer Minecraft? Doe dan een duimpje omhoog, want het is Minecraft week. Ja, het is... In de volgende aflevering is Joost er niet bij, maar misschien wel een baby. Volgende week ga ik weer op donderdagavond opnemen. Ja, want dan is Joost er wel bij. Want Joost is eindelijk klaar met Animal Crossing. Nou, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren en koop B-Roeder merch op www.roeder.nl. Nee, andere site. Maar goed, dat komt wel een keer.